Vandaag gaan we virale TikTok lifehacks uittesten. Damn. Oh, wel stressen. Dat is wel echt cool. Ja. Oh, is dat genoeg? Wow. Probeer gewoon met echt geld. Dat is een echt brugje van 5 euro. Oh! Wow. Dat vind ik echt zo zalig, lifehack. Nieuwe video! Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En vandaag hebben we echt een super leuke challenge. Ja. En die challenge past volledig bij Celine. Ook bij jou, hè? Ja, ook bij mij. Ja, maar meer bij jou. Ja. Want vandaag gaan we virale TikTok lifehacks uittesten. Ja, super cool. En ik zeg, deze challenge past bij Celine, omdat Celine natuurlijk de queen is van TikTok. Want hoeveel volgers heb je? Zeg het nog eenmaal. 3,9 miljoen. 3,9 miljoen. Dat is bijna 4 miljoen, hè. Dat is echt geschift. God. Maar, dus, hoeveel volgers heb jij al op TikTok? Ja, toch ook al 500.000. Dus dank u wel daarvoor. Dat is ook al superveel. Al meer dan 500.000. Jij laat... Ja. Maar dat is bijna 1 miljoen. Ja, maar jij laat alle getallen zo klein lijken. Naast jou is iedereen zo klein. Dat is zo... Ja. En de eerste lifehack van deze video is heel simpel. Oké. De lifehack is voor jullie. Als jullie klikken op abonneer, dus de abonneerknop staat normaal gezien rood als je nog niet geabonneerd bent. Mm-hmm. En als je dan klikt, wordt die grijs. Probeer maar eens. We gaan even wachten. 3, 2, 1. Is de knop grijs geworden? Damn. Voilà. Legend. Lifehack nummer 2. Als je klikt op het duimpje omhoog, dan wordt hij blauw. Dan wordt dat duimpje blauw en bij sommige mensen zelf rood. Of oranje heb ik ook al gehoord. Ja? Dus klik nu op het duimpje omhoog. En laat ons even weten, is het rood, oranje of blauw? Tons is blauw geworden. Ja, die is blauw. Alright, dat is nu aan ons. En wij gaan nu beginnen aan de eerste, maar daarvoor moeten we op locatie zijn. Dus we vertrekken en we zien jullie terug. Lifehack nummer 1. Zo stil! Celine is weer aan het lachen, want we zijn dus in de McDonald's. Ja. En ik heb respect voor mijn medemens, dus ik ga niet meer terug. En lifehack 1. Zien jullie nu ergens naast mij, hier of hier? Dat is heel makkelijk. Celine heeft het al gedaan. Ik wil het ook eens proberen. En naar het schijnt, als je dit hier insteekt... Oh, het zijn nu ook kartonnen rietjes, by the way. Dat is voor het milieu zeker? Ja, save the turtles! Steek je dat hier in? Ja. Dan... Oké, wacht hè. Ja, het ziet er wel lekker uit. Ja. Zit hier dus een gaatje in? Ah ja, dat is wel echt handig. Oké. Maar nu weegt dit zwaarder. Dus ja, een beetje balans. Oké. En nu het grote moment, ik ga het loslaten. Oh, het werkt. Oh, damn. Oh, ik heb wel stress nu. Dat is wel echt cool. Want dat is wel open smiddag eten, hè. Maar het is dus wel gelukt. Ja, maar ja. Oh my god. Oh, het lukt echt. Ja. Ja. Je hebt een frietje gegeten en de hamburger, doe maar. Die zal vast aan. Maar het is gelukt. Eerste lifehack. Padoe! En even nog shout-out naar Celine, want in jouw McDonald's was het wel veel mooier. Dat was altijd. Yes, ons eten is op. Ik vond het super lekker. Vond jij het lekker? Ja, super lekker, dank u. Alright, ik heb nu super veel zin in de volgende TikTok lifehack. En ja, we zijn enorm goed voorbereid. We hebben ook nog Maltesers. We hebben nog tandpasta. Oeh, spannend. Die tandenborstel hebben we toch niet nodig? Nee, dat is voor mij. Ah, oké. Okay. Alright. We zijn echt goed voorbereid. We hebben heel wat flessen cola. Ja. We hebben ook cola light. Want voor de volgende lifehack gaan we dit doen. Jullie zijn daar nu ergens in beeld. Oh, damn. En dat wordt wel echt super zot. De bedoeling is dus dat we een fles cola of cola light of cola zero vullen met 3-4 Mentos. Mentosjes. Mentosblokjes. Ja. En dan moet je dat in de lucht gooien. En als alles goed gaat, dan gaat dat echt een enorme knal geven. Ja, zoals een raket. Ik weet niet of jullie mij kunnen horen. Er is superveel wind. Maar de zon schijnt, dat is al positief. Ja. Ik heb nu 4 Mentosblokjes. Even ja. Yes. Ik ga dit even op de grond leggen. Ik ga het al open doen. En zo weinig mogelijk bruis maken. Oké, dat is wel safa. En nu gewoon pas, want dit kan gevaarlijk worden. Oké, ik neem afstand. Ja. Let ook op voor jezelf. Ja. Oké, ik ga die 4 blokjes erin doen en de rechter toe doen. Oké. Nee! Mijn lieve schoenen! Oh, nee!
Ja, misschien één blokje met ons. Ik denk het ook. Volgende poging. Oké. Okay. Nu moet je echt snel zijn, hè. Oké. Okay. Eén blokje. Ja, dat is goed. Wacht, hè. Okay. Oh my god. Misschien twee. Ja, Max. Wacht, okay. Hè. Ik ga ze wel goed samen zijn. Erin. Ja. Ja. Nee. Nee. Oh, nee. Oh my god. Derde keer, goede keer. Kom op, snel hè. Ja, maar dat is echt moeilijk. Ja, dat kan ik wel geloven. Oké, klaar? Ja. Oh. Ja, oh die, god, is toe, die is toe. Oké. Dit wordt echt een bom. Oké. Okay. Oh, kom. Oh. Even schudden. Oh. Ja, 3, 2, 1. Wat is dit? Dat ligt daar. Oh, je moet op. Kom op, je kan het wel niet af. Ja, we zijn er. Het is wel echt gek, want het is gewoon een haartje in een dop. Dat is wel cool. Dat is cool. Ik sta voor nog één keer proberen en anders werkt het gewoon niet. Is gewoon een slechte lifehack. Ja, dat is goed. De laatste keer dat we het gaan proberen, yes. Terug met Cola Zero. En nu heb ik denk ik een oplossing voor het probleem. Ja, dat is wel slim. Ja, dus ik heb Mentos aan plakband geplakt. Ja, maar er wel die invallen echt. Als nee, er invalt... maar moet je dat niet zo aan de dopsel eerst? Ah wel, ja, wacht, kijk hè. Ah ja, oké. Okay. Ja, dat is wel slim. Kijk. Dus nu gebeurt er nog niks en dan als je schudt gaat het oké, loskomen. Dit gaat wel echt lukken normaal. Ja, oké. Okay. Even tonen. Ja, oké, okay, dus... Ja, dat is wel echt slim. Oké, okay, kom op hè. Klaar? Ja. Ready? Ja. Nee! Maar kom op! Waarom ligt hij niet? Uh-oh. Klaar? Ja. Oei. Maar hè? Hoe kan dat? Die staan wel echt op springen. Oké, ready? Ja. Wee! Maar hè? Hoe kan dat nu? Waarom lukt het bij ons niet? Wee! Wow! Damn! Ik hoop dat ik dat goed gefilmd heb. Ja, dat was toch al iets, hè? Dat was iets, inderdaad. Okay. Maar laten we zeggen, lifehack 2 was... Zo en al zo. Kijk dit! Wow, het is gewoon echt een groot. Wow. En wij nemen alles terug mooi mee in de auto. Ja, inderdaad. Lifehack nummer 2 is niet zo geslaagd. Toch goed geprobeerd. Ja. Het was heel koud en heel veel wind. We hebben ons best gedaan. Ja, inderdaad. Maar nu is het tijd voor lifehack nummer 3. Dus dat is als je tandpasta doet op een gebroken scherm. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ja, het scherm zou hersteld zijn met tandpasta. Inderdaad. Dus jullie zien dat ergens een beeld. Het zou me echt wel verbazen, want dan kunnen we wel echt veel geld besparen. Ja. Maar zeg nooit. Probeer het eens. Dus normaal gezien, als je tandpasta doet op een gebroken scherm. Ja. En dan wrijf je daarover. Oh, is dat genoeg? Ik denk het wel. We gaan een keer proberen. Ja. Zo'n beetje. Eerst moet je alles goed opensmeren, hè. Ja. Kijk eens aan. Ja, dat is wel satisfying, hè. Ja. Zou ik er nog wel op doen, denk je? Misschien wel een beetje. Of is het savant? Ik denk wel dat het savant is. Alles is bedolven onder de tandpasta. Amai, dat ruikt wel straf, zeg. Oké, is dat goed? Ja, ik denk het wel. Oké, dus ik denk misschien nu een minuutje wachten of zo. En nee, dan... niet wachten, direct doen. Direct? Maar ja, tandpasta. Moet dat niet intrekken? Maar nee, ook. Oké, dat... wacht, dan ga ik een propere kant nemen. Als je tanden poetst, zeg je toch ook niet, ik ga even wachten, dan zijn ze wit. Oké, in 3, 2, 1. Oh, en is het hersteld? Doe nog eens. Nee. Doe nog eens. Oké. Oh. Oei. Dan is dat gewoon fake, die lifehack. Dat is gewoon fake. Oei. Oké, dus lifehack nummer 3. Moeten we hem toch laten herstellen? Inderdaad. Tenzij als iemand anders een oplossing heeft, laat het weten in de reacties. Ja. Kan altijd. Voor de volgende challenge gaat mama ons een beetje helpen. En jullie zien nu de lifehack hier in beeld ergens. En Celine staat daar in de tuin. En mama gaat dus een Malteser... mama, niet opeten, hè. Wat? Ja, mama gaat dus een Malteser lanceren naar Celine.
En Celine moet die opvangen. Doe maar eens, mama. En stop met eten, alsjeblieft. Oké, daar gaat hij. Ja. Oh. Bijna. Oh, is hij net gevallen? Ja. Oh, nog eens. Wacht, ik ga zo filmen, mama. Oh, zoveel wind, zeg. Zelfs als we binnen staan, is er wind. Doe maar. Wow. Ja. Kom op. Ja! Deze lifehack werkt dus echt. De volgende lifehack, ja, vind ik wel heel satisfying. Ja? Naar het schijnt, als je met een stijltang over een blad papier gaat, en ja, er staat daar iets opgeschreven, gaat de tekst weg zijn. Ja. Dus ik ben eens benieuwd. Wat voelt er? Ik ben ook benieuwd. Wat staat er eigenlijk? Hashtag Team Semi, abonneer op Celine en Michiel. Ja, de boodschap is dus duidelijk. Ja, alright, doe maar, ik ben benieuwd. Oké. Oh, Michiel moet eerst weg zijn. Ja. Oh, lukt het of niet? Oei. Staat de stijltang aan? Ja, het staat aan. Kijk maar. Oei, probeer nog één keer. Misschien is het ook wel, ja... Hoe noemde dat? Wat? Een fake lifehack. Ja, dat kan goed zijn. Oei. Oei. Oef, ja, nee. Papier stinkt al. Ja? Misschien moet je het eens proberen met geld. Ja, het is wel echt warm. Yeah. Het is echt warm. Probeer het eens met geld. Oké, dus we hebben hier een heleboel fake geld liggen. Ja, om te beginnen, hè. 50 euro. Ja. Oké. Maar er gebeurt gewoon niks. Nee, maar het... Probeer gewoon met echt geld. Dat is een echt briefje van 5 euro. Oh my god. Maar er kan toch niet veel misgaan, denk ik dan? Oké. Ready? Ja, echt geld. Ja, er gebeurt gewoon niks. Oh, wacht, ik heb al een leuk idee. Geef eens dat briefje. Het briefje wordt gewoon echt plat, even zeggen. Kan je dat briefje nu weer normaal maken? Dat is wel mooi, ja. Wacht, kijk. Alsof dat we strijken. Kijk, oh. Wacht, hoor. Maar opletten. Verbrand je niet? Ja, wel. Wacht, hoor. Ja. Oh. Wow. Ondertussen. Oh. Wachten. Kan er iets zots gebeuren? Dat ontploft in popcorn normaal? Maar dat duurt, als dat in een microgolfoven zit, 1 minuut. Dus misschien moeten we ook gewoon even wachten. Maar dat is maar 1 maïs, hè. Maïs. 5 minutes later. Oh! Wow! Het is popcorn geworden! Oh my god! Wow! Dat was onverwacht. Oh my god. Had je dat gefilmd? Ja, ik heb dat beeld. Wow, die had ik wel niet verwacht. Ik ook niet. Het is gewoon echt popcorn. Eet maar om te tonen dat het echt is. Wow. Popcorn. Wow, we gaan dat nog eens doen. Dat is echt. Moet ik het eens doen? Ja. Ik wil het ook eens proberen. En ja. Ik zou zeggen, probeer dit niet thuis. Oh, dat is wel next level. Ja, nu liggen er 4 maïsen. Oké. Alright. En dat springt gewoon van zichzelf. Ja. En springt die stijltang naar open of valt dat wel goed mee? Nee, dat valt goed mee, want ik zag het echt niet aankomen eigenlijk. Oké, ga ze wel goed toeduwen? Ja, dat is wel echt belangrijk. En dat was echt, 2 minuten ongeveer. Ja, toch wel. 5 minutes later. Ik vind het super spannend. En... Oh! Oh my god, doe dat eens open, er zit popcorn tussen. Ja, ik weet het, maar... Oh no! Oei. 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 Oh nee, oh. Dat is wel... Het is wel weer platte popcorn. Toon is... Ik ging zeggen, probeer het niet thuis, want het is wel redelijk gevaarlijk. Ja. Maar het is wel popcorn. Alright, alle lifehacks zitten erop. Ja. En denk jij nu thuis, ik heb nog een leuke TikTok lifehack. Laat het dan weten in de reacties. Want... En misschien komt er wel een deel 2. Ja, ik ging net zeggen, want bij 30.000 likes, dat is wel veel, hè. Ja, maar dat lukt wel. Dat lukt. Komt er een deel 2? Yes. En ja... Met de steun van Team Semi halen we sowieso 13. Inderdaad, vond je het een leuke video? Superleuk, hè? Ja, ik ook. Hopelijk. Dus ik wel jullie... super dicht bij elkaar. Hopelijk vonden jullie het ook een leuke video. Vergeet zeker niet te liken, te abonneren. En wij zien jullie in de volgende video. Peace!